Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Vandaag is bij mij te gast Wouter Kusters, filosoof. Wouter schreef al een paar prachtige boeken. Pure waanzin en filosofie van de waanzin. Die beide ook de Socrates Wisselbeker kregen. Of waarvoor hij de Socrates Wisselbeker kreeg. En bovendien is dat laatste boek, Wouter, is vertaald volgens mij wel in 4, 5 talen. Of nou, Engels, nog Chinees, niet, Arabisch. Het is in het Engels vertaald, The Philosophy of Madness. En in het Arabisch. Voor mij wat moeilijker leesbaar. En volgend jaar komt een Chinese. Oh, die komt volgend jaar. Ja. En nu schreef je opnieuw een boek. En alweer over de waanzin, maar nu over de klimaatwaanzin. Ja, dat klopt. En voor dat boek heb ik je uitgenodigd. Ja. Je bent filosoof, dus het is ook een filosofische beschouwing eigenlijk over de klimaatcrisis. Ja, en, soort van. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Ik weet dat wij, als wij met elkaar in gesprek raken, dat we echt uren kunnen spreken. Klopt. Ik wil proberen het voor de lezers of de kijkers gemakkelijker te maken en het in een uur te doen. En eigenlijk hoop ik dat we dus in verschillende stappen door je boek kunnen gaan. Dus je geeft ook een beschouwing over de klimaatdepressie en ook een analyse van dat klimaatprobleem en wat we daaraan kunnen doen. Je hebt heel veel schrijvers daarvoor erbij betrokken en heel veel verschillende perspectieven. En ik hoop dat we dan ook aan toekomen aan de uitweg die jij ziet. En dat allemaal binnen een uur. Ja. Denk je dat gaat lukken? We gaan het proberen. Oh shit, this really happens. Is dat Clive Hamilton? We are really in trouble. Ja. Dat is de ervaring die jij ook hebt gehad met een klimaatvraagstuk. Ja. Kun je vertellen wat dat inzicht was en hoe dat ging? Dat was al een poos geleden. Eigenlijk tegenwoordig worden we doodgegooid met berichten over waar het naartoe gaat met het klimaat, met de ecologie, met de natuurlijke leefomgeving. En je weet het allemaal. Gisteren was het nog nieuws, hè? Dus de helft van de vlinders is er nu opeens en de hommels enzovoort. Wat nu een soort common sense, wat iedereen wel weet zo ongeveer, hè? Maar wat nog steeds wel op afstand wordt gehouden, daar werd ik me bewust van in 2014. En er zijn mensen zijn zich daar eerder al van bewust geworden of later. De manier je wist het al door de kennis, want vanaf de jaren 70... Precies, ik had het al eerder kunnen weten. Ja. Dus de Club van Rome. Ik had het al eerder kunnen weten. En ik heb bijvoorbeeld natuurlijk ook die film van Al Gore gezien. Net zoals iedereen lees je gewoon dingen en zo. En kijk je een beetje vooruit. Kijk, we zijn hier op aarde met z'n allen als mensen die in de tijd geworpen zijn. Hè? Die gewoon in de tijd zo zijn. En je verhoudt je tot een soort gerichtheid naar de toekomst en iets van het verleden neem je mee. Maar dat perspectief wat je hebt, dat is, je zit opgenomen in het dagelijkse leven en dan blijf je in allerlei vanzelfsprekende handelingen verstrikt, waar je niet uitkomt, waar je ook niet uit wil komen, omdat alles aangenaam is op zekere manier. En pas als je wat meer verdiept in de kennis en je houding en je positie in de tijd. En dan niet alleen in de tijd van hoe het nu is en wat je nu, waarbij je niet direct reageert op toevallige prikkels. Maar je wat meer verdiept in de menselijke en niet-menselijke geschiedenis. Maar ook
gewoon in de voorspellingen die gewoon uit de wetenschap ja. komen over wat er gaat gebeuren. Ja. En dat doen filosofen, hè? Dus die hebben een verhouding tot de tijd, maar die hebben vooral sterk een verhouding tot de wat grotere tijden. Filosofen denken groot, dus die denken ook, ja. die denken 1000 jaar vooruit. Ja, ja, ja. Die denken miljoen jaar terug. Ja. Ik ben zelf ook filosoof. Ja, zeker. Jij kende de berichten over de verslechtering van het milieu en de zorg ja. voor het klimaat, maar ja. er kwam bij jou een moment waarop je... Waarop je realiseerde van, ja. er is echt iets aan de hand. En dat ja. was ook een besef van de ondergang, zeg maar. Dat het mogelijk is dat, ja. dat de mensheid zichzelf het onmogelijk, de bestaansvoorwaarden onmogelijk maakt. De instorting. Maakt. Ja. De instorting van de wereld waarin wij leven, ja. Ja, want ik vraag je naar, omdat dat voor jou het beginpunt is van het boek. Want vervolgens ga je erover filosoferen. En, ja. Want we kunnen, als we ons bewust zijn van de opwarming van het klimaat, ja. allerlei dingen gaan doen. Ja. Die worden nu ook geprobeerd, maar jij ja. schiet een andere richting in. Jij zegt, ik moet hierover ja. gaan filosoferen. Wat doet ja. een filosoof dan? Wat kan toevoegen aan al die... actie die ja. en al die modellen en al die kennis ja. die we verzamelen. Een niet-filosoof die zal inderdaad die krijgt prikkels binnen en die reageert met acties. Mm-hmm. Die zit in een soort keten van oorzaak en gevolg en middelen en doel en die gaat dan meteen reageren op wat kan ik hieraan doen. Dus die is heel ja. erg gericht op dat handelen, zeg maar. Mm-hmm. Maar Als filosoof, als je, ja, je wordt geconfronteerd in je, als je zo in de wereld bent met vragen naar de tijd. Van wat gebeurt er met mijn herinneringen? Wat zijn er eigenlijk verwachtingen voor ja. de toekomst? En als daar op een zeker moment... ja, je hebt altijd een soort reële ondergrond waarin je woont. Hè? Mm-hmm. Je bent eigenlijk, je bent geaard en zo. En dan, maar als je wordt geconfronteerd met de mogelijkheid van... de dood, hè? Dat is een beetje zwaar onderwerp, maar dat kan wel mm-hmm. in de nieuwe wereld. Dat kan ook de dood worden, kan ook de dood worden besproken. Ja. En nou, heel veel filosofie gaat natuurlijk over de eindigheid. Ja. Gaat over je verhouden ja. tot ja. de eindigheid. Ja. Ten opzichte van een gevoel van oneindigheid. Ja, dus meestal gaat het over onze eigen eindigheid. Precies, en dan gaat het over de individuele eindigheid. Mm-hmm. En dan verdwijnt dat in allerlei mooie betogen. En dan verdwijnt dat in allerlei bespiegelingen. En die zorgen die zijn allemaal geïndividualiseerd. En daar hebben we mee leren omgaan. Nou, ook weer niet, hè. Uiteindelijk kan je niet met de dood... Nou, goed, om het... Want we hebben maar een uur, hè, wat betreft tijd. Dus ik wijd nou een beetje uit. Iets anders is niet je eigen dood, maar de mogelijkheid dat ons bestaan zo ontzettend ingrijpend verandert en instort, dat een soort massale dood is. Mm-hmm. En dat... dat was voor mij een onderwerp waar ik door uit het veld was geslagen. Waar ik door dacht van ja, dat gewone leven waarbij je dus inderdaad van... ik heb daar die twee boeken waar ik die ja. prijs voor had gekregen. Ja. Dat was op een bepaalde manier leuk om te schrijven. Ik stortte me op iets en ik werkte dat uit. En dat waren allemaal verhalen en betogen. En daar gebeuren dingen in en zo. Ja. En die andere boeken die doen, nou ja, je bent dan schrijver en je doet dingen en je doet van alles en dan zit je in een soort modus van wat je allemaal doet. Maar dan als er dan berichten komen, ja, niet alleen van je eigen dood, maar dat die wereld van acties en handelingen, dat allemaal uitloopt, ja. als die acties en handelingen zo doorgaan zoals ze nu gaan, als de continuïteit zich vervolgd,
als er gewoon continuïteit is zonder radicale verandering, dat er dan inderdaad verschrikkelijke catastrofes staan te gebeuren. Nou, dat ontdekte ik in 2014. Ja. Dat wisten mensen al met de Club van Rome natuurlijk. En in 2014, toen was dat vooral ook nog een soort... Ja, dat was wetenschappelijke kennis waar je in verdiept. En wat je natuurlijk ook heel makkelijk achter je kunt laten. Dat je denkt van ja, oké, ja, het zal allemaal wel. Wat maakt het uit? Ik ga gewoon weer in het dagelijkse handelen, ga ik gewoon allerlei dingen doen. Nou, maar met de Club van Rome was ook nog het gevoel dat er nog tijd was. Ja. Dus ja, die materiaalvoorraden, ja. Die grondstofvoorraden liepen allemaal terug. Dat was waar dat rapport over ging. Maar we konden nog van alles doen om dat te voorkomen. Ja, en het ging daar vooral over de voorraden, over de grondstoffen, de uitputting van de grondstof. En het idee van verandering van het klimaat was een onderdeel. Nou ja, dat stond niet zo in de aandacht. Ja. Dat kwam pas later. En dat kwam pas rond 2000 en Al Gore enzovoort. En dat... Ja, nu is dat natuurlijk allemaal aanwezig. En dat heeft effecten op mensen. Dat heeft effect op mij persoonlijk gehad. Ja. In de manier waarop ik mijn dagelijks handelen bekijk. De dingen die ik doe. Dus gewoon in de dagelijkse praktijk. Gewoon geen vlees eten. Gewoon drie keer nadenken om in de auto, openbaar vervoer, vliegtuig. Gewoon al die dingen. En dat, weet je wel? Dus het heeft effect op mijn dagelijks handelen. Maar... En dan kan je inderdaad zeggen, zoals mensen doen, van ja, waarom zou je filosoferen? Je kan dat toch gewoon oplossen door het waarom, door af te laten gaan. Waarom zou je filosoferen in het zicht van de ondergang? Want dan moet je, dus wat ga je dan... Nou, wat heb jij gedaan tot de ondergang. Om je filosoof te verhouden tot de ondergang? Mijn verhouden tot de ondergang is... Eens kijken wat dat eigenlijk betekent, die ondergang, voor mijn eigen in de wereld zijn en dat van anderen. En dan beschrijf ik eigenlijk een soort hoe wordt die nou eigenlijk gerecipieerd, die ondergang? Hoe reageren wij erop in eerste instantie? En dat is een soort psychologisch, fenomenologisch gedeelte. Dat eerste gedeelte van het boek. Wat heeft dat nou voor effecten? Kijk, mijn boek heet Schok-effecten. Ja. Die schok hebben we nu gehad. Hè? We zitten in drie delen dit uur. De schok van, dat is. Oh, shit. We are really in trouble. Het is vooral perplexiteit. Ja. Verbazing en horror. Verbazing en horror. En dan, dat is de schok en dat en dan de effecten. En op welke manier, welke psychologische wegen staan effecten. Dan open? Ja, dat zijn de effecten. Ja. Na de schok komen de schok-effecten. En die... Ontkenning? Ja, nou ja, er zijn heel veel effecten mogelijk. Mm-hmm. En een paar licht ik eruit. En dat zijn, ik noem die trauma, pretraumatische stressstoornis. Dat... Waarbij er allerlei overeenkomsten zijn met posttraumatische stressstoornis. Iets dat in het verleden is gebeurd en dat zich blijft herhalen in het heden. Nu is er iets wat in de toekomst wordt aangekondigd, waarvan de berichten ons steeds opnieuw in dezelfde reactiepatroon dwingen. Van ontkenning en op een bepaalde manier mee omgaan, tijdelijke ontkenning, verdringing. Het zal wel worden opgelost. Ja, het is dus of we lossen het op door een trauma te door denken. Iets wat nog in de toekomst ligt. Ja. Een trauma. Dus pretrauma. En wat ik ook bespreek is angst en wanhoop. En wanhoop, dat noem ik dan depressie, maar dat is wanhoop, verdriet, rouw en treurnis. Ja, het is allemaal niet vrolijk. En zijn dit de reacties die algemeen zijn? Dus als, of zijn dit mogelijke reacties? Dat zijn mogelijke reacties. We hadden net Carice van Houten van de week, die was in de krant. Die ging naar de klimaatpsycholoog, misschien heb je dat gezien. Ja. Dus, maar nou, zou je haar... Heeft ze een depressie of heeft ze een trauma? Of ik vind dat een uitstekend voorbeeld. Kijk, mijn boek was al geschreven voordat zij haar schok had. Ja. Zij had een schok, hè? Ze werd geïnformeerd op een avond. Nee, ik denk gewoon dat heel, zij... heel duidelijk van dit en dat. En dat staat er te gebeuren en we kunnen daar lang en breed over praten. Maar het is gewoon, we are really in trouble. En zij krijgt schok en ze krijgt effecten. En
Zij heeft als effect is naar een klimaatpsycholoog gegaan. En die klimaatpsycholoog heeft haar opgepept en ze gaat verder. Maar in die drieslag die je net noemt van trauma, depressie, wanhoop. Volgens mij, nou ja, kijk, ik weet niet precies, maar ik ken haar psyche niet helemaal. Maar dat de interviewt en die dingen die ik las en hoorde was depressie en angst. Angst ze heeft een kind geloof ik, dus angst om de kind. Angst natuurlijk om anderen, angst om dingen te verliezen, angst voor, ja, dat... angst waarbij je je verplaatst in die toekomst en waarbij dan het vuur en het water komt. Dus angst, maar het is wel een soort vergeestelijkte angst waarbij je een verhouding in de tijd hebt, waarbij je eigen tijdservaring zich uitstrekt voorbij de onmiddellijke angst, van de fobische angst. Mm-hmm. En dat beschrijf ik eigenlijk in mijn boek van... er is klimaatangst, hè? Die is er nu gewoon. Climate anxiety en klimaatdepressie. En, nou, ik hoor het om me heen. Mensen nee, er stond in je boek dat de helft van de jongeren... Ja, en Nederland was een enquête waar de helft van de jongeren zich ernstig zorgen lijkt te maken. Ja, ja. Nou, en die zorgen, kijk, die uit is... angst, depressie en wanhoop. En er zijn ook nog andere, hè? Dus kijk, die zorgen, die emoties... Mm-hmm. Die effecten, die hebben vervolgens nog verdere effecten, omdat men op een bepaalde manier omgaat met die stemmingen. En een van die stemmingen is ook woede. Die bespreek ik niet zoveel. Maar die is er ook nog. Ja, want daar kunnen we het ook nog over hebben. Want fight, flight or freeze. Dus ja. Waar zou je die depressie gaan? Depressie is dat vluchten? Nee, dat is zeker niet vluchten. Dat is... Freezen. Dat is freeze. En ik ben voor de freeze. Want uiteindelijk, kijk, ik heb ook dat typisch psychologische model van die drie reacties. En dat de menselijke reacties zijn op groot gevaar. Wat kunnen we doen? En dat, ja... En ik vanuit mijn generositeit dat alle stemmingen mogen bloeien zoals ze zijn en alles moet worden uitgeleefd en dat in principe niet is om te beoordelen en om richting normaliteit te managen. Want dat is een belangrijk punt. Hè? Het zijn drie soorten stemmingen. Ja, ja. Waarbij als je naar de klimaatpsycholoog gaat, de veel van de gewone klimaatpsychologie, die zegt van nou, je kan er gewoon wat aan doen. Je hoeft dat helemaal niet te zijn. En je doet gewoon dit en dat. En dan ben je er van af. Alsof het stemmingen zijn die alleen maar van je eigen psyche zijn. Terwijl het ook iets is van de wereld. Ja, dus die klimaatpsycholoog die gaat... Ja. Het in feite individualiseren. Die gaat het individualiseren. Ja, je moet weer in actie komen. Ja, je kan die depressie is niet zo'n constructieve houding, dus je kunt beter. Ja. Ja. Maar dat is niet jou. Jij bent in die zin geen klimaatpsycholoog. Ik ben geen klimaatpsycholoog. Dus je gaat niet met dit boek ons verleiden om ons verlossen van de depressie. Niet om die stemmingen op te lossen. Wel natuurlijk, van dat die stemmingen zijn er. Van... ja, hoe ga je daarmee om, hè? Ja. En dan analyseer ik die angsten. En dan zeg ik, er zijn drie soorten angsten. En dat is de existentiële angst. De angst die er altijd is. De angst voor het niet zijn. De angst voor dat je helemaal niet meer aanwezig bent. Dat is een soort angst. Ja. Die door dit hele fenomeen klimaatangst speelt er doorheen, hè? Want in die klimaatangst, dat gaat wel over iets dat gaat gebeuren in de toekomst. Maar het is ook ordinaire doodsangst. Het is mensen willen helemaal niet dood. Mensen willen niet in de vuurzee komen. Ja, mensen maar dan niet voor, zozeer voor de eigen dood, omdat dat eigenlijk toch niet speelt. Ja, het gaat niet morgen gebeuren, maar het is een angst voor dat het einde van de geschiedenis. Dat het einde van de geschiedenis. Er zitten allerlei facetten aan die angst. En aan die angst zit ook het facet van... Kijk, op angst kan je op verschillende manieren reageren. Dus inderdaad in die existentiële angst te zitten en daar die te doorleven en daardoor heen te komen. En je daartoe op een bepaalde manier te verhouden tot die angst. Van,
Je bent in de wereld, maar die wereld is niet een stabiel iets waarin je veilig bent. Maar eigenlijk is die wereld iets wat steeds opnieuw door jezelf en de realiteit wordt ontworpen. En iets waarin je, waar je geen houvast op hebt. En waarbij je ook die angst zelf niet kunt managen. Het is meer een stemming, maar die op een bepaalde manier wel heel cerebraal filosofisch is, waardoor je dus in die depressie blijft hangen, waarbij de andere angst is, angst voor iets waar je nog iets aan kan doen. Dus en dat noem ik de pensioenangst. Existentiële angst. De tweede is de... De angst, dat noem ik de angst die optreedt bij de psychische stoornis van de obsessief-compulsieve stoornis. Dat je bang bent, de zogenaamde, in gewone losse termen, de controlfreak. Ja. Die het niet kan hebben. Ja, dat is een reactie op de angst, dus dat je het bezweert. Ja. En wat is dan de derde? Nou, de tweede is niet dat je het bezweert, maar dat je... Dat het zo erg is dat de wereld ten onder gaat, dat je alle middelen inzet om dat maar te voorkomen. En dat je de hele tijd, en dat vergelijk ik met mensen die dus zekerheid willen hebben over de toekomst. En, maar wat ga je dan doen? Dan ga je vechten. En dan ga je handelen. Ga je vechten? En dan ga je daar iets tegen doen. Dan ga je op de A12 liggen. Ja? Ja, dat klopt. En dat is, één uiting. Ja. Ik denk dat climate of de Extinction Rebellion mensen wel beledigd zullen zijn als je ze van obsessief-compulsief... Maar obsessief-compulsieve stoornis. Maar het is heel gezond, want je probeert namelijk datgene wat je angst aanjaagt, probeer je te verhinderen. Dus je probeert die ondergang te verhinderen. Wat is de derde? Die zie je heel duidelijk bij fobieën. En dat is vluchten. Ja. Als jij bang bent, als jij een fobie hebt om in de metro te zitten, Dan ben je bang. Noemen ze een voorbeeld dan? Nou, dan ontvlucht je de situatie. Ja. Dan ga je weg. Dan vlucht je. Dan neem je het vliegtuig. Bijvoorbeeld, dan neem je het vliegtuig. Ja. Of je vlucht door niet aan te denken. Ja, dus dat is eigenlijk ook ontkennen. Of niet? Nou, er zit een vorm van ontkenning in. En dat is... Maar alle drie die vormen... Ze zijn alle drie goed. Het zijn mogelijke reacties. En mijn bezwaar is eigenlijk dat bevriezen, dat te weinig gebeurt. Dat er te veel wordt gevochten. En dat er te veel wordt, niet te veel. Ja, want hier komt de filosoof. Ja, er moet meer worden gevochten. We moeten niet alleen maar in dat handelen schieten, maar we moeten ook iets anders doen. En dan komen we op jouw deel 3. Nou, filosoferen in tijden van klimaatverandering. Oké, we gaan naar deel 3. Dus inderdaad. Ja, want dit is de opstap naar je, waarin je dus probeert juist klopt. En dan reflecteren op de veronderstellingen en waarbij je laat zien dat het klimaatvraagstuk niet op zich staat. Zeker. Je zou zeggen, het is niet. Je zegt al die vormen van angst zijn legitiem. Ja. En na de angst komt de depressie, hè? Ja. Jouw stijl is, zeg maar, dwarsstraat waar jij in schiet, is het freezen. Laten we eens even heel goed hierbij stilstaan. Wat is er eigenlijk aan de hand? En wat hebben we allemaal al geprobeerd te doen, hè, maar waarvan we voor een deel kunnen denken van, dat is emmertjes water naar de zee brengen. Ja. Dus laten we eens even gaan zitten en even kijken welke soort van handelen eigenlijk. Zo kan je dat zeker goed verwoorden. En dan vind ik ook dus bevriezen, dat is een stap terug doen eigenlijk. En dat is niet in de reactie schieten van ik ga handelen. Niet in de reactie schieten, ik ga vechten tegen het gevaar. Ja. Maar dat ik wil het graag terug over deel 3 hebben. Okay. Ik wil zeggen over Extinction Rebellion. Ja. Ik ben 100% voor dat vechten ook, hè? Ja. Dus het is niet of-of. Maar ik ben ook 100% voor dat vluchten.
Ik ben 100% voor. En dat is... Dat is ontkenning. Ja. Maar dat is het ontkennen van de dood door middel van wat we hier nu doen. Ja. Dat we gewoon leven. Dat we praten. Dat er op dit moment gewoon zin is. En dat we in een ruimte zitten. Dat het hier veilig is. Dat, snap je? Dat is vluchten. En dat kan alles zijn. Je kijkt naar een film. Dat is, ja. En daar ben ik ook helemaal niet tegen. Want dus je mensen zegt, hoeven niet de hele tijd te vechten. En in die krampachtige modus te zitten. Ja. Van vluchten is slecht. Want dan ben je niet aan het vechten. Ja, want maar, je zegt je niet... Iedereen moet gaan freezen, maar je zegt... Dit zijn legitieme reacties. Ja. Maar eigenlijk laten we... Dat freezen heeft eigenlijk het minste aandacht. En ja, daar wil jij de schijnwerper op zetten. Ja, dat heeft het minste aandacht. Dat klopt. Wouter, we hebben nu gezien dat... Of jij hebt laten zien van op die mogelijke ondergang... kunnen we in essentie 3 reacties hebben. En dat zijn... En de angst die dat oproept, die roept op dat we gaan vechten, dat we gaan vluchten of dat we gaan bevriezen. Het is het bevriezen. Al die mogelijkheden zijn legitiem, maar jij gaat inzoomen op dat bevriezen. Ja. En dan begint deel 3 in je boek. Ja. In dat deel geef je een analyse van de verschillende interpretaties van die klimaatcrisis en wat je kunt doen. En wat ik vond dat echt een mooi stuk. Ik vond alle delen mooi. Je schrijft ook mooi. Je schrijft heel beeldend en vaak zelfs bijna literair. Dus het is een meeslepend geschreven boek. Mm-hmm. En hier in dus het deel waarin je... dat heet filosoferen in tijden van klimaatverandering. Ja. Ga je dus die verschillende perspectieven na. En daarover wil ik het eigenlijk ook nu met je hebben. Graag. Om dat even toch voor zover dat binnen deze korte tijd gaat te doen. Dus je begint met eigenlijk wat we het meeste kennen. De dominante perspectief van het ecomodernisme. Wat zegt van, nou, we hebben een groot probleem. Maar we kunnen bijvoorbeeld gaan geo-engineeren. Ja. We kunnen met nog meer techniek en nog meer wetenschap kunnen we die crisis aan. En jij zegt dan van nou, dat is een forget it. Dat is een te oppervlakkige analyse en ook de uitweg is niet heel geloofwaardig. Nou ja, weet je, kijk, ik introduceer al die verschillende interpretaties en die verschillende verhalen eigenlijk. Dat zijn ook manieren om de situatie, de wereld zoals die nu is, mm-hmm. te duiden door middel van verhalen die ik vertel. Mm-hmm. Waarbij ik niet de pretentie heb dat die verhalen een of andere absolute waarheid over de tijd, over hoe we hier gekomen zijn, zijn. Mm-hmm. Dus, en ik bekijk die verhalen op 2 manieren. Ja. Aan de ene kant van hoe plausibel is die verklaring? Ja. Dus dan wel een beetje van qua waarheid en hoe dat zo... Ja, dus de verklaring, hoe zijn we in de klimaatcrisis maar ook, gekomen? Wat heb ik eraan in mijn angst? Als ik alleen maar weet van de wereld gaat naar de kloten. Wat is dan... dan moet ik me verhouden tot die angst. Mm-hmm. Hoe voorkom ik dat ik me laat overspoelen door de gedachte van, hey, dit jaar de bijen, over 10 jaar wij. Hoe voorkom ik, wat zet ik tussen de gedachte aan die dood en mezelf in? En dat zijn verhalen. En dat zijn verhalen die zich afspelen gewoon op het dek van de Titanic, hè? Die vertellen we elkaar. En waarbij ik probeer af te dalen naar andere aspecten van die Titanic. Ja, maar dus eerder is het bovendek van die Titanic, daar hebben we reddingboten, zeg maar. Dus die kunnen we dan in zee werpen, zo kunnen we die ijsberg of precies. De ondergang vermijden. Ja, precies. Dus met die metaforie kan je heel veel. Je steeds dieper in tot in de machinekamer. Ja, en wat is dat bovendek dan? Dat bovendek is, dat is ook wat wij doen. Filosoferen.
over de ondergang. Ja. Wij zitten op het dek van de Titanic en we houden verhalen over de ondergang. Komen wij van dat dek af? Ik doe natuurlijk een poging om naar die machinekamer te gaan. Maar dat is alleen maar op maar het dek. Maar wat is er mis met dat, dus dat dek, bovendek? Is het ecomodernisme ook het bovendek? Het ecomodernisme, dit was even een zijsprongje naar het Titanic verhaal. Ik vind dat die Titanic metafoor sterk. Ja, dus, maar die, kijk, die Titanic, dat is angst en dat bedwingen we door iets te doen op de dek, door verhalen aan elkaar te vertellen van zolang we hier nog zitten, net zoals in die film, hè, Melancholia, heet die? Ja. Van wat doen ze dan van op het Lars eind? Van Trier. Van Lars van Trier, Melancholia. Dan komt ook de komeet, of wat is het, die komt op aarde en dan is het ook finito. Wat doen ze uiteindelijk? Ze zitten daar in die wigwam, met z'n drieën of vier. Ja, de magical cave, of the magic cave. Ja. Ze houden elkaar vast. Ja. Ze praten, ze vertellen elkaar verhalen en ze zijn met elkaar samen. Ja, fantastisch film en een fantastisch einde. Ja, ja. Nou dat doe ik uiteindelijk ook met mijn boek en dan vertel ik verhalen, ja. Op dat dek van de Titanic. Zolang we nog verhalen kunnen vertellen samen, laten we dat doen. En dan bekijk ik die verhalen aan de ene kant of ze plausibel zijn met de reële situatie. Namelijk een analyse van die Titanic. Ja. Ja. En aan de andere kant of die verhalen zin hebben ter bezwering van die angst. Van die ijsberg. Van het individu. Ja. En dan kan je naar dat ecomodernisme kijken. En dan zeg ik, het verhaal van het ecomodernisme, dat kan je zo beschrijven van, oh, het valt allemaal wel mee en de techniek lost het op. De samenleving hoeft niet echt veranderd te worden, want nog heel eventjes en dan Rutger Bregman, die elektrificatie, dat gaat zo snel. Kom, geloof, ga achter die techniek aan, laat het maar over aan een klasse van ingenieurs enzovoorts. En dat verhaal van het ecomodernisme, dat is toch toppie. Dan hoef je toch niet meer bang te zijn. Dan geloof je gewoon van, ach, het valt allemaal wel mee. En die angstzaaiers, die proberen ons bang te maken. Ik vind dat een heel verleidelijk verhaal. Maar in feite zegt het ecomodernisme, we hebben nog niet genoeg ons best gedaan. De manier waarop we leven is, dat is een goede manier, maar we moeten beter ons best doen. Ja, en weet je, en dan denk ik van, ik vanuit mijn angst en zo, dan hoor ik die ecomodernisme van, gaat u maar rustig slapen. Ik noem het ook neocolinisme. Hè? Ja. Maar gaat u maar rustig slapen. Wij waken over u. We bedenken er wel wat op. Want we kunnen in principe de wereld met genoeg kernenergie. Dat kan gewoon. Dat kernenergie maakt een belangrijk onderdeel uit van Het ecomodernisme. Ecomodernistische oplossing. Ja. Nou, ik ben niet tegen ecomodernisme. Ik zou dat graag willen geloven. We hebben toch allemaal het verlangen naar van dat het wordt opgelost. We willen toch graag dat het wordt opgelost. Ja, dat zeg je, maar nee, maar het bedwingt wel je angst. Dus mensen die ook gewoon bang zijn, die gewoon kapot bang zijn van het gaat allemaal ten onder. En die berichten van, maar dat zijn emotionele mensen die niet goed nadenken, die klimaatactivisten. Want wij wetenschap, wij laten ons niet bang maken. Mm-hmm. Of dan associëren ze zich met die wetenschappers. Ja, we laten ons niet bang maken en wij vinden er wel wat op. En dan vertrouwen ze daarin. En dat zou fijn zijn. Dat is voor mij ook een verlang. Maar waarom, iedere keer als dus wat is dan het bezwaar tegen de ecomodernisme? Wat is het bezwaar tegen ecomodernisme? Dat het klinkt natuurlijk steeds schriller, hè? Het ecomodernisme. Het maakt het niet waar. Het zijn altijd beloftes voor de toekomst. Dus Maar is dat het niet zo dat de analyse gewoon iets te oppervlakkig is? En omdat ze die technologie isoleren ze van de maatschappij. Ja. Dus het is alsof uitvindingen, alsof technologie, de ontwikkeling van technologie, alleen maar de mensen beter maakt en eigenlijk de zij-effecten, de bijwerkingen van technologie, dat dingen zijn om op te lossen door middel van technologie. Dus technologie is gewoon wezenlijk goed. Dat zijn uitvindingen en
Ja, die zijn goed. Die dienen het gemak van de mens. En we hebben meer efficiëntie nodig. Meer efficiëntie. Ja. En dat ecomodernisme, dat overheerst overal. Hè? Ja. We kunnen dat. En zelfs als je zelf oplossingen bedenkt, dan op een bepaalde manier zit je dan ook in het ecomodernisme. Want dan probeer je ook een ander soort techniek te vinden. En dan kom jij op techniek van mensenmanagement. Ja, want jij, als je dan dus op naar een meer diepzinnige analyse zoekt, dan kom je op een kapitalismekritiek. Dat is volgens mij de eerste trap. Ja. Dus deze manier van naar de wereld kijken en ingrijpen. Ja, het is niet genoeg om te zeggen dat we dat pas doen sinds we fossiele brandstoffen verstoken. Nee. Of sinds we de stoommachine hebben, de kolen. Maar het ligt eigenlijk al in vanaf de moderne tijd, zeg maar, vanaf rond 1600, waarin kapitalistische idee van kapitaalaccumulatie ontstaat. Ja. Dus het probleem is eigenlijk niet de fossiele brandstoffen, zeg je, maar of zegt deze, wie hoort daar ook weer bij? De kapitalismekritiek heb je James Moore, volgens mij. Moore, die gebruiken. Die geeft een mooie kritiek. Dus ik dacht, we zijn er. Dit is, het is ook een mooie kritiek. Een mooie kritiek, maar dan zeg je, dat is ook niet. Daar kun je ook nog een stap verder in gaan. Ja. En dan kom je op Fabian Seidler, de megamachine. Ja, dat kapitalisme, de manier waarop kapitalisme is ontstaan en georganiseerd, dat daarvoor al vormen van samenleven waren, waar die Fabian Seidler dan kritiek op heeft. Waarbij er al patronen in het menselijk samenleven waren van hiërarchie. Mm-hmm. En van waarbij een belangrijke pijler voor het tot stand komen van de megamachine is niet alleen kapitalisme, maar daarvoor eigenlijk al hiërarchische samenlevingen. Ja, dus kapitalisme-kritiek is van Moore. Ja. En Moore zegt van we moeten dus dat kapitalisme dat klimaatprobleem heeft zijn diepste wortels in onze kapitalistische manier van samenwerken. En waarom is dat niet genoeg? Volgens Seidler. Omdat hij zegt dat het meer is dan alleen kapitalisme. Hij zegt van, de ellende in de menselijke geschiedenis begon niet bij het kapitalisme, maar ook het Romeinse Rijk. En dan beschrijft hij hele de structuur met slaven en die moesten werken in de mijn. Dus hij ziet ook Egyptenaren. Dus bij Seidler gaat het richting bij het ontstaan van de grotere empirische rijken, dus grotere samenlevingsvormen waarbij je een centraal gezag hebt en naar buiten toe. Ja, dat noemt hij de megamachine. Dat zijn de pijlers. En dan gaat het niet per se over een technologisch systeem, maar het gaat wel over een maatschappelijk hiërarchisch systeem. Ja, hij heeft ook kritiek en daarin, dan heb ik kritiek op hem. Hij heeft kritiek bijvoorbeeld op het gebruik van niet levende of dingen die niet natuurlijk zijn, namelijk. En daarin zit hij echt in die anti-technologiehoek, enigszins. Dingen die gemaakt zijn van metaal. Toen metaal werd ontgonnen, vanaf de ontginning van het metaal, dat werd gebruikt door slaven, die moesten het allemaal doen. En dat metaal werd door de heersers, die gingen het metaal gebruiken en die konden wapens maken, waardoor ze het volk eronder hielden. Dus metaal en dan eigenlijk alle techniek die niet gebaseerd is op organisch leven, hè, dat is natuurlijk heel veel. Techniek is nou juist niet organisch, bijna per definitie, of niet? Nou ja, daar komen we misschien nog als we het hebben over Stiegler. Dus dat techniek op zich al verdacht is en fout is. Al in het bewerken van metaal zit al dat degene die dat kunnen en die metaal hebben en die metaal kunnen bewerken meer macht krijgen dan krijg je anderen. Dus dan krijg je al een. En geld, dat is een vorm van metaal. Ja. En dan krijg je. Daaruit komt dan kapitalisme. Zegt hij nu dat je die klimaatcrisis, dat die al besloten ligt in. Dat is mijn. Want dat is best een ingewikkelde stelling. Ja, maar kijk, hij zegt dat het niet alleen dat is, maar hij zegt die megamachine. We hebben nu de megamachine, daar zitten we helemaal in.
En dat die is tot stand gekomen, die draait pas goed nu het allemaal zo samen is. En daar zitten verschillende onderdelen in. En één onderdeel is dat metaal belangrijker wordt. En een ander onderdeel is, ook fossiele brandstof is voor hem ook heel belangrijk. En dan en kapitalistisch systeem. Zolang we doorgaan met die megamachine... Ja. We ook doen, geoengineeren. Ja, nee, dat zit allemaal bij. Dat zit allemaal in. Dat is allemaal de meeste. Nee, maar zolang we dat doen, zullen we onze eigen menselijke ondergang bespoedigen, zegt hij. Ja, nou, en daar ben ik dan. Daar heb ik kritiek op vanuit het idee van: kijk, mijn boek is geschreven niet voor beleidsmensen die dan denken van: oh, we gaan het zo doen. Het is niet geschreven voor. Het is geschreven voor mezelf. Dat ik probeer te onderzoeken van hoe kun je verhouden tot die crisis? Hoe kan ik zelf nou tot zinnig handelen komen? En hoe kan een lezer dat ook? En dan zijn er al die verschillende verhalen van hoe het tot stand is gekomen. En dan kan ik wat met ecomodernisme. Namelijk, als je wanhopig bent, toch ergens... ook een klein beetje hoop hebben op van... als het nou echt goed opschiet met die elektrificatie... en met zonnepanelen en zo... ach, je weet, valt het allemaal wel mee. Jij ziet het niet... Beetje, zo ik heb zie... ik het wel gelezen, als een palet van... Ja, een palet van deze ecomodernisme kunnen we beter over de heg gooien. Dat zit er wel in. Kijk, ik ga die geschiedenis in. Geschiedenis van hoe wij hier in de wereld zijn... waar die wereld dan op is gebaseerd. En dat heeft natuurlijk een aan de ene kant een poging om een soort, wat zijn nou plausibele verhalen waar we echt wat mee kunnen? Maar dan vraag ik me wel echt af, want wat dat betreft blijft het gewoon deel 1, namelijk die psychologie van hoe gaan we ermee om, gewoon op individueel niveau als lezer? En daarom dat ik ook in mijn boek zo af en toe zeg van een van de manieren om ermee om te gaan is erover te schrijven. Eén manier om ermee om te gaan is er over te lezen. Dus het boek zelf is al een manier om mee om te gaan. Ja. Filosofie is een manier. Dus allerlei verschillende verhalen. Maar goed, en dan verhalen slaan soms naar buiten dat ze een plausibiliteit moeten hebben in hoe de wereld in elkaar zit. Maar tegelijkertijd van en so what? So what als het kapitalisme is? Wat betekent dat dan? Nou, dan geef ik van, dan ga je bij die club, anti-kapitalisme, en dan ga je bij die beweging en bij die beweging en bij die beweging. Dan word je strijder. Dan word je strijden tegen het kapitalisme en voor een ecosocialistische samenleving. En dan ga je op een bepaalde manier handelen. En dat is. En daarvan zeg ik van. Dat is een hele goede mogelijkheid. Ja. Dat is ook goed om te doen, hè? Want ik. Maar het is niet slecht. Ik heb het anders gelezen. Maar ik moet het waarschijnlijk nog een keer lezen. Want ik heb het inderdaad gelezen als. Van wat kunnen we nu het best. Hè, welke analyse is nu het meest plausibel? En jij zegt, maar ze hebben allemaal hun eigen kracht. Het is meer een soort... Ja, ze hebben allemaal hun eigen kracht. Het is, het zijn verschillende interpretaties. Want ik had bijvoorbeeld bij die Zeitler dat ik dacht... Ja, die metafoor van de megamachine is wel heel goed. Dus het is terecht dat je niet zeg maar de wortels alleen maar bij het kapitalisme legt. Ja. Ook al heeft dat de boel versneld. Ja. En dan kom je op... wie is dat ook alweer? Die beschreef over de landbouwsamenleving. Ja, dus dat het daarmee... Zerzan. Maar dan proef ik wat je schrijft... dat je die eigenlijk te ver door vindt schieten. Want die wordt eigenlijk... zegt die van terug naar de natuur moeten we. We moeten weer... Heel, ja, nou, de jager-verzamelaars... Ja, die hadden nog contact met de natuur. Ja. En zodra we dieren gingen domesticeren... Op dat moment ging het eigenlijk mis met de mensheid. Ja, maar dan denk ik van, je kan daar een mooi betoog over ophouden. Over jager-verzamelaarsculturen en dat een soort blauwdruk of dat een soort model is. Of een utopie of hoe je het ook noemt. Een soort perspectief wat je eigen maakt. Van daar is het probleem eigenlijk. En dat agrarische, dat is... En dat doe ik ook, want ik verdedig ook een beetje die Cézanne. En ik zie er ook wat in. En dan heb je natuurlijk, hoe heet hij nou, die bekende David Graeber? David Graeber. En die hebben natuurlijk die hele periode van de jager-verzamelaars. En dat daar allerlei mogelijkheden van vrijheid en van zinvol. Dat zijn ook, daar kan je verhalen over vertellen die ook inspirerend kunnen zijn. Voor je eigen kijk op
hoe die wereld eruit ziet. Maar ik ben daar ben ik een beetje sceptisch over. Omdat ik dan denk van ja, wat betekent dat dan? Nou, dat je bijvoorbeeld zo'n paleo-dieet gaat. Dat je alleen nog maar noten en vruchten gaat eten en zo. En dan... En dat het een soort lifestyle wordt. Ja, ja. Maar dat je in die lifestyle... Dat is prima. Als mensen zich dan voelen van oké, allemaal heel erg. En ik doe dit en dat. En een netwerk van mensen ook. En zo voel ik me goed. Zo kan ik doorgaan met mijn leven als ik leef binnen dit verhaal. Dus ik vergelijk eigenlijk verschillende manieren van het goede leven. Van, ja, met wat voor het zijn eigenlijk verhaal. Allemaal handelingsperspectieven. Die... Het zijn allemaal mogelijke handelingsperspectieven. Maar waarbij ik niet als doel heb om te zeggen van ja... Dat is de beste manier of zo. Omdat die klimaatverandering, het gaat over alles. En ja. Dan, ja, want je dat, kan. Want, ja, want dat vond ik, dat was mijn vaststelling terwijl ik dit las. Van in feite, je begint bij klimaatvraagstuk, maar als je deze analyses doorloopt, zie je dat dat slechts een symptoom is van een veel groter probleem. Ja. Namelijk überhaupt dat de manier waarop we een samenleving hebben georganiseerd... Mm-hmm. Een heleboel roofbouw pleegt. Hè? Niet alleen op allerlei natuurlijke voorraden en andere wezens, maar ook op onszelf. Ja. En op onze eigen geest. Hè? En dus dat wordt helemaal in beslag genomen. Hè? Onze geest wordt gekoloniseerd. Ja, dus je vertrekt eigenlijk vanuit het klimaatprobleem. En dat is bijvoorbeeld voor de eco-modernisten wel het probleem. Maar door die stapjes die je neemt. Ja. Of door die verschillende perspectieven die je bespreekt. Zie je dat je dat probleem uitpakt. Dat het eigenlijk... Klopt. Dat er een heleboel symptomen zijn, een epifenomenen, maar dat je komt steeds meer ertoe dat inderdaad de manier waarop we een samenleving georganiseerd hebben, dat daar de kern is. Ja. En dan is de vraag, gaat het over die kapitaalaccumulatie? Nee, want het gaat eigenlijk ook over de hiërarchie. En de techniek dus en metaal. De verhouding en tot elkaar. Levend en niet levend materiaal en... Hoe je daarin opereert, Maar er is heel veel over te vertellen, maar we gaan even naar het slot. Want, en we slaan over het hele verhaal over dat er zoiets is als... Dat de menselijke soort aan zich fout is. Hè? Dat is ook natuurlijk een beweging. En dan heb je de beweging die zegt van dat we eigenlijk... Wij moeten uitsterven. Ja. En laten we... Laten we godzijdank uitsterven. Ja, laten we proberen uit te sterven. En we dragen het over aan een andere levensvorm. En dat wordt of iets digitaals of juist de mieren en de kakkerlakken. Maar van, het is goed om jezelf uit te wissen. Het is mooi geweest. Het is mooi geweest. Ja. Geen kinderen meer. Nou, dat is een beweging. Ja. Ja. En daar zet ik dan ook de door sommigen veel geprezen Hannah Arendt ook in. Als duidelijk voorbeeld van een andere manier van denken. Niet alleen maar denken over de ondergang, maar ook een denken over datgene dat komt en de geboorte en datgene dat in wording is. En waarbij, je hebt bij Arendt is de nataliteit belangrijk. Precies. Dus iets nieuws kunnen scheppen. En het menselijk vermogen tot iets nieuws en dat bedenkt radicaal ook nieuwe betekenis. En dat is voor mij een hele belangrijke lijn, die nataliteit. En dat is de lijn die het hele boek verbindt. Omdat de nataliteit, dat is ook de verhouding tussen verschillende generaties. En je ziet bij heel veel soorten filosofie en heel veel soorten ethiek. Ik heb dat heb ik dan in mijn boek niet beschreven. Maar bij Hannah Arendt vrij expliciet. Maar ook bij Charles Taylor. En bij die Hans Joas ook. Dat er ergens een moment komt van waar gaat al die ethiek eigenlijk over? En dat gaat dan over generaties in de tijd, van opeenvolging van meerdere generaties, waarbij de verantwoordelijkheden zijn van degene van ouderen voor kinderen en voor een soort navolging in de tijd. En dan komt het natalisme van Hannah Arendt. En dan dat is uiteindelijk ook de belangrijkste beweegreden. En hoe, want dat zit volgens mij nog in dat stuk over... Dat zit ook in het allereerste stuk. Maar dan kom je kind dat bang is voor de slot, dood. Of dat begint met het stuk over de monsters. De monsters. Ja.
En daar wil ik het laatste stukje van onze tijd voor nemen. Ja, okay. Kun je dat schetsen? Van wat is dan? Want wat is jouw? Nou, die monsters, jouw oplossingsrichting. Oh ja, die monsters, dat zijn de kinderlijke monsters van de fantasie. Dat zijn de mythische wezens en zo. Dat is het kwaad, dat is het duister. Dat is wat in onze fantasie en in onze verbeelding speelt. Dus bij kinderen is dat al zo. En dat is verbonden met de ondergang en met het duister. En die hebben een reële werkelijke gedaante gekregen, dat monster. Mm-hmm. En dat is het ontstaan van een nieuwe soort, van een epifenomeen. En, nou, je hebt die Wilson, hè, die mierenonderzoeker of termietenonderzoeker. Ja, ja. Dat van, hey, je hebt mieren, dat zijn allemaal individuele wezens, maar je hebt ook een superorganisme. Dat organisme kan je allemaal zo waarnemen, kan je scheiden, maar een mierenhoop, is dat niet een superorganisme? Is dat niet, heeft die niet ook intenties? Mm-hmm. Mierenhoop zelf, dus... En, tezamen is er niet een soort hoger niveau waarop ook organismen zijn. En dan kan je zeggen, wat Latour natuurlijk ook doet, hè, met zijn mythologie van Gaia. Van er is een soort Gaia en dat is het hele ecologisch weefsel. Waar wij als moderne mensen tegenin gaan. Terwijl we moeten ons voegen naar Gaia. En we zitten niet zelf in dat superorganisme, maar dat lijkt tegenover ons te staan. Nou, dat lijkt, maar en dat is het doel van mijn boek natuurlijk, dat lijkt tegenover ons te staan en we zijn het ook zelf. En dat is, hoe verhoud je je ten opzichte van dat monster? En dat monster, dat is altijd aanwezig en dat is het kwaad. Dat is het kapitalisme, tezamen met technologie. Datgene wat ons... Dat is de dood in ons, die wat de achtergrond is van ons leven. En is dat monster datgene wat ontstaat? Hetgene wat ontstaat door al ons handelen en doen en wat we niet willen. Ja, hè? Dus het onbedoelde bijeffect van de optelsom van onze acties. Ja, en het zijn als al dat handelen, als dat individuele handelingen zijn met een duidelijk gericht, in een bepaald patroon duidelijk gericht op iets, dan zijn het inderdaad de schadelijke bijwerkingen die niet zo bedoeld waren. Dat heb ik dan. Sloterdijk heeft daar zo'n verhaal over van we hebben allerlei werkingen en de techniek dat werkt allemaal, maar er zijn bijwerkingen van en de bijwerkingen die worden nu sterker dan de hoofdwerking. Die massa aan technieken, het kon wel eventjes, die olie en die kolen, en er kon wel wat mee worden opgebouwd, maar de bijeffecten, hoe dat nou allemaal op ons terugslaat, Die laten iets zien dat wat iets moois beloofde, die belofte van die techniek, dat keert zich tegen ons. En dat krijgt een onafhankelijke dynamiek in dat kapitalisme dat extraheert, dat energie extraheert. En wat alleen maar weer meer wil. En dan heb ik het over het monster dat moet worden bestreden. Dus in die verschillende gedaantes van het boek, je kan ze op verschillende manieren duiden, jaagverzameling. En dan noem ik het ook heel duidelijk. Wat dat monster wil, is groei. Is uitbreiden. Expansie. Nieuwe drakenkoppen. Nieuwe drakenkoppen, ja. En die groei, dat wordt alsmaar groter. En die groei, dat is mijn manier om daarin uiteindelijk aan te sluiten bij de zogenaamde degrowth-beweging. En te laten zien dat al die ideeën over groene groei en die ideeën over groei, meer actie, meer expansie, meer activiteit, want dan bedwingen we het monster, dat het allemaal alleen maar bijdraagt aan het monster. Dus actie is als oplossing is eigenlijk onderdeel ook van het monster. Ja, en dat maakt het... En eigenlijk doe je een Heideggeriaanse wending. Ja, een Heideggeriaanse wending. En dat bedoel ik mee van... ook een quasi-psychotische wending, dat we in de matrix zitten, hè? En dat je eruit wil. Ja, maar dus die Heideggeriaanse wending is de wending naar de contemplatie, hè? Naar de dichten en het denken. Klopt, ja. Is dat de afslag die jij dan neemt? Of zo? Om los te komen van dat monster? Nee, want juist in die kijk, ik bespreek Heidegger als denker over techniek. En die heeft wel heel goed laten zien hoe die techniek een onafhankelijk karakter krijgt. En waarbij de techniek ook evengoed de mens
vormt op een bepaalde manier. Dus bestand en die heeft een soort kritiek. Maar bij Heidegger is er een heel duidelijk breekpunt. Hè? Van de eerdere techniek was goed. Een latere techniek van de industrialisering en dergelijke, die was slecht. En dan maakt ze het scheiding tussen technieken. En daarin is hij, ja, romantisch. Heel conservatief romantisch. Ja, ja. En dan breng ik die Stieglee in. Bernard Stieglee, Franse techniekfilosoof. Ja, en dan krijgt die. Dan gaat het. Ja. Ja, zegt van ja, mens is in is een technisch in wezen. Essentie een technisch wezen. We hebben altijd technieken om ons uit te drukken en die ons bestaan bemiddelen. Ja. En dus we worden ook zelf in feite ook geschapen door die techniek. Ja, en ook dat, ja precies, ja. En dat vind ik heel belangrijk. En zo af en toe wijs ik daarna dat ook überhaupt dat wij dat monster kennen. Dat onze kennis reikt tot in de toekomst van dit gaat allemaal gebeuren. Dat zit in die techniek. Ja, maar de klimaatkennis is bemiddeld door de techniek. Klimaatkennis is bemiddeld door de techniek. Dus we zitten zo diep in die techniek. En die techniek, dat is een manier waarop je ook verhoudt tot de tijd. Waarop de tijd andere betekenis gaat krijgen als die techniek op een andere manier tijd bemiddelt. En dat zie je bij de wending van naar digitalisering bijvoorbeeld. Dit gaat misschien een beetje te ver, maar dat monsterlijke, bij Stieglee. Dus daarom zeg ik van nee, Heidegger, dat is zeker niet mijn afslag. Want dat is nou juist het contempleren en dan wat ik in dat hoofdstuk over angst beschrijf. Geprivilegieerd contempleren over de angst die zo verschrikkelijk is en daardoor helemaal. Ja. Maar dan wel in een omgeving dat je veilig bent, terwijl de echte angst. Ja, het is een soort salon. Saloncontemplatie. Het is saloncontemplatie. Ja. Het is salon-existentiële angst bij Heidegger. En de echte angst, die gebeurt helemaal niet hier. Die gebeurt niet in mijn boek. Dit is existentiële angst en dat is bullshit-angst. De echte angst is mensen die moeten vluchten van het water. En dat is die fobische angst, die bij Heidegger natuurlijk een lager aanzien heeft. Hè? Want dat is niet. Ja. Dat is dat heet dan de vrees. Hè? Dat is gewoon dat je voor een object bang bent. Ja, ik dacht dat je een Heideggeriaanse afslag nam. Omdat je wel over dat zegt van we moeten de focus op dat freeze hebben. We moeten even goed stilstaan bij wat er aan de hand is. En niet bij de eerste de beste die roept van we kunnen geo-engineeren denken dat we er zijn. Ja, dat freeze is niet van we gaan even op de hei een heidag houden. En we gaan met z'n allen daar lekker contemplateren met de Heidegger. En dan gaan we weer terug in het normale leven. Dat freeze, dat is met Stieglee en met anderen nadenken over de rol van techniek in ons eigen leven en in onze houding ten opzichte van de natuur. Want dat is ook. Ik heb kritiek op allerlei soorten bewegingen en zo. Maar wat je tegenwoordig heel sterk ziet, vind ik, is dat idee van terug naar de natuur. Mm-hmm. En alsof. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij de Unabomber, bij Ted Kaczynski en dergelijke. Van dat de techniek het heeft gedaan. Dus de techniek moet kapot. Ja. En dat er dan een soort. Onbemiddeld. Ja, die Unabomber, dat weet ze vast niet iedereen. Nee, ja, dat was Club van Rome. Of dat was die merkte die. Ja, dat was een natuurkundige. Wiskundige. En die ging het bos in, want die wilde niet meer aan de universiteit. En die had briljante resultaten en zo. Maar die ging toch afscheid, want die wilde gewoon met de natuur zijn en met het leven zelf jagen en zo. Dus dat was zo'n self-made man. En die woonde daar. En opeens in dat bos, daar kwamen de machines aan. En die maakten het bos kapot. Ja, en toen, hij radicaliseerde. Bang, hij radicaliseerde. Hij legde uiteindelijk bommen om die utopie te bereiken. Ja, en een grote klopjacht in Amerika. Uiteindelijk is die opgepakt en zo. En zijn geschriften over die strijd voor de natuur. Voor het natuurlijke leven van de bodem. Ja. Hè? Tegen die techniek. Tegen die techniek van al die dingen die ons kapot maken. Die techniek die wordt geïntroduceerd van buitenaf. Hè? In ons leven, in onze heimat, zijn we natuurlijk met elkaar. En worden bedreigd door die techniek die van buiten komt. Nou, daar zit natuurlijk een complotachtig idee. Dus daar zit niet de kern. We moeten niet tegen de technologie. Maar wat
Maar moeten we dan niet toch over een andere technologie nadenken? En hoe, wat is dan... Dat is dus inderdaad... Daar kom je op uit. Dat is mijn wending naar buiten eigenlijk. Dat is mijn manier om te zeggen, wat zijn nou de handelingsperspectieven die uit mijn boek voortkomen? Ja. We zijn allemaal al technische wezens. Wat voor technieken zit je zelf in? Maar dan is techniek ook iets ruims, hè? Dat is een ruim begrip. Ja, dat is ook taal. Dat is taal. Dat is ook muziek. Dat is ook religie. Dat zijn ook de verhalen die we elkaar vertellen. Dus daar valt heel veel techniek is onder. Alles wat bemiddelt. Ja, ja, dat is het. Dus wat dat als het middel tussen ons instaat. Ja, ja. Ja, en dan moeten we nadenken over die middelen. Of voor een ander woord, de media. Het medium wat tussen ons instaat. En de media waarin wij zijn. En wat ons omringt. Hoe we ons daartoe verhouden. En een van die media is natuurlijk het beeld en de film waarin je wordt opgenomen en een verhaal wordt verteld, zoals we nu samen een soort verhaal hebben. En ja, is dit gesprek wat we nu hebben, gaat hier allemaal over. En dit wordt dan gereproduceerd en is, ja, dit is één, dit, we hebben nu een techniek gedaan. Een techniek die naar zichzelf terugverwijst. Nou ja, maar die techniek die geeft een platform om iets anders te laten gebeuren. Ja, dus die techniek is goed. Tenminste, hè? Dus som, techniek maar, is helemaal maar dan, niet fout. Maar dan moet je me even helpen, want hoe komen we... Want dit is duidelijk een techniek-filosofische wending die je ook in het boek neemt. Ja. Omdat ik kijk natuurlijk eerst terug, hè? Ja. En dan als je dat... allemaal analyseert van mensen en samenlevingen en hoe is het allemaal zo veranderd, dan speelt die techniek zo'n ontzettend grote rol. En dan is dat ecomodernisme, dat is een naïef vertrouwen in techniek, maar dan als je dat verder analyseert, dan kom je dus inderdaad op dat soort... Maar dan komen we op het onderwerp van het vorige gesprek wat ik hier voerde met Thijs Leijster, dat ging over de commons, misschien ken je ook zijn boek, De filosofie van de commons. En want daar gaat het eigenlijk om, ook daar speelt techniek een rol bij. Dus de commons gaat over eigenlijk een andere manier van waarde scheppen. En bijvoorbeeld voeding of onderwijs of opvoeden. Het zijn allemaal. Ja. Of hoe willen we werken, hoe willen we leven. En dat dan in tweede instantie pas. Dus die techniek komt. En wat, terwijl we nu eigenlijk vaak leven om bestaan efficiënter te maken. Of de techniek is daar vaak op gericht. Want een nieuwe techniek komt van dan kunnen we beter doen wat we eerst met de watermolen deden. Doen we nu met de kernreactor. Terwijl als je op het moment dat je die vraag naar de waarde voorop stelt. Komt die techniek pas in tweede instantie? Mm-hmm. En gaat het er eerst om van hoe zorgen we dat we tot gezond voedsel komen? Ja, kijk, bijvoorbeeld op een lokale, duurzame manier. Ja. Zonder dat we de negatieve effecten van die actie op anderen of op de natuur afwentelen. Ja. Maar is dat een richting waarin je... Dat is zeker een richting. En kijk, ik ben een beetje natuurlijk zou kunnen een, denken. Toch een soort doorgedraaide filosoof met ietsjes minder praktische toepassing. Ik vind dit, kijk, als ik mag stemmen... Dit is ook weer actie, bedoel je? Ja, maar dit is goed. Ja. Is goed. Dit klinkt goed, hè. Mm-hmm. Dat is, nadenken over techniek en op die manier dat je inderdaad... Dat is een ontwerp, dat is iets waar we ons aan kunnen verbinden. Ik zit ook op die lijn als ik kijk naar de kritiek op Heidegger... Mm-hmm. Onder andere. Waarbij het uiteindelijk wel gaat over... Bij Heidegger gaat het om het individu. En er is ook een wending in de Franse filosofie. Jean-Luc Nancy, die draait dat net om. Het is niet het individu, niet het da-zijn is primair. Maar het niet-zijn, het samen zijn. En die wijst naar vormen die in de jaren 60 ook al werden ontwikkeld. Van het le commun. En dat verbindt hij aan vormen van communisme, maar waarbij niet communisme zoiets is als een partijprogramma met een ideaal en een blauwdruk. Dus ja, kijk, ik zit natuurlijk ook gewoon mijn hobby maar uit te leven door zo'n boek te schrijven. En dan vind ik het, mijn manier van vlucht, daarmee doe je het tekort. Ik bedoel, en dan vind ik die Jean-Luc Nancy
ook heel aangenaam om te lezen in zijn beschouwingen over... Wij zijn ook helemaal geen individuen. We zitten in le commun. Dat individu, dat is een soort effect van le commun. Dus in die commons, dat is niet dat je daar als individu je eigen deel van afschermt. Maar dat is ook iets wat je echt deelt. Nee, het is een andere manier om ook überhaupt over ons mens zijn na te denken. Ja. Namelijk dat we niet slechts in afgescheiden individuen zijn, maar dat we in wezen gemeenschapswezens zijn. Ja. Ja. Weliswaar met onze individualiteit, maar dat we... En dan is inderdaad de vraag, die gemeenschap, die wordt tot stand gebracht, die wordt gemaakt ook. Hè? Die wordt ook gemaakt. Het is niet alleen maar een effect van handelen, maar het is ook iets dat gemaakt wordt. Ja. Ja, wat zijn de technieken om die te maken? En welke van die technieken zijn zinnig? En dus dat is een beetje, dat is mijn lijn. En dat is. En dan gaat het, als het gaat om de toekomst en volgende. Volgende generaties, dan is het wel heel belangrijk dat die gemeenschappen, om toch maar dat afgesleten woord te gebruiken, dat die gemeenschappen in zekere zin duurzaam zijn. Dat het niet is, deze gemeenschap, oké, hartstikke mooi, en na ons de zondvloed. Maar dat die gemeenschap, dat er als vanzelf iets nakomt. Dat het geen eenmalige verbrandingsacties zijn, explosies van versnelling en vertier. En zit daarin dan, want we zijn aan het slot. Ja, ik zit ook naar het slot verwijzen. Dat de mens volwassen moet worden en verantwoordelijkheid moet nemen. Dat zijn een soort woorden die heb ik dan van die Clive Hamilton, die een inspiratiebron was. Maar ook van Hans Joas, hè. Niet Hans Jonas. Hans Jonas. De techniek. Duitse techniek. Dat is principe verantwoord. Ja, dat is principe verantwoord doen. En dat gaat over techniek. En dat gaat over het voorzorgsprincipe. En dat is dan mijn bezorgdheid ten opzichte van Latour. Bij Latour is het van, anything goes, we proberen wat. En dan kijken hoe het een beetje gaat met die techniek. Ja. En bij die Hans Joas is de verantwoordelijkheid ten opzichte van de toekomst, ten opzichte van die community, waarbij je niet alleen maar lekker in een laboratorium wat dingetjes maakt, en kleine monstertjes, wat maakt het uit. Maar dat die community, dat we verantwoordelijkheid hebben. Individuele verantwoordelijkheid. Wij mensen hebben verantwoordelijkheid. Ja. Voor mensen, voor onszelf, voor volgende generaties en voor levende wezens. Maar hoe ver dat precies strekt en wat leven is. Maar weet je, dat principe van verantwoordelijkheid, ik vind dat heel, heel sterk. En, besluit het boek met dat uiteindelijk gaat het over wijsheid. Want we zijn tegen de tijd. Ja. Dus, nee, ik zoek naar wijsheid als oppositie of als iets wat ons gigantische intelligentie kan inkaderen. En wijsheid, dat is iets anders dan intelligentie. Dat probeer ik ook te... Intelligentie is doen hoe je dingen zo efficiënt mogelijk en zo makkelijk mogelijk en zo goed mogelijk kan doen. En wijsheid is dat je weet wat je allemaal kan doen en het misschien dan niet doen. En kunt laten. Dat is dat eigenlijk je het ook kunt freezen. Laten. Het freezen. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het freezen. Dankjewel, Wouter. En voor dit mooie gesprek. En we gaan erover nadenken en misschien dus meer bevriezen. Ja.